Hallo allemaal, welkom bij TCG & Toys. We gaan weer verder met de Pokémon opening. Ik heb voor jullie de Pink Collectie. Mopeko en Snorlax. Ja, elke drie pakjes en een mooie pin en een mooie promo. Van Sword & Shield en er zit nog eentje oude tussen, zie ik. Het is plastic. Dan doe ik het allemaal straks allemaal op. En dat doe ik niet in de doos. Hier heb ik een mooie pin. Van Snorlax. En van Mopeko. En deze is wel heel erg leuk. Mopeko. Achter een Applin aan. En de Snorlax. Die aan het slapen zit. We hebben twee pakjes Sword & Shield en één pakje Cinnamon. Zo, we beginnen bij de oude natuurlijk, Cinnamon pakjes. Golbat, Pokémon Ketchup, Petsamian, Stuffle, Eevee, Paris, Sandy Cass en Golduck. Oh mijn god. Krijgen we hier nou een super rare? De Ultra Ball. De Ultra Ball. Zou fijn zijn. Sheldon, Stoutland en Leopard GX. Oh, we hebben hier wel een GX. Nou, vier pakjes Sword & Shield. Dit wordt een snelle opening, mag ik eerlijk zeggen. Ferroton, Waboot, Lumberry, Ponyta, Meractus, Budray, Panyard, Rockety en Copperwatcha. Kijk, de hollows heb ik allemaal al. En ik moet geen hollo hebben, ik moet een V-kaart hebben natuurlijk. De mooiste V-kaart die er is. Lumberry, bedankt! Clobopus, Roselia, Mancino en Pottergeist. Twee pakjes te gaan. Eldegoss, Pelpet, Krabby, Koopant, Peltoy, Sandit, Ponyta, Rare Candy en Noctil. Laatste pakje. Laatste kans. Oh, een hele mooie. Voor je mooie V-kaart. Bishop. Veligren, Silicopa, Jumpet, Wookie, Koofant, Chincho, Glareon en een Professor shirt holo die ik al zo vaak heb gehad. Oké, dus uit deze pin hebben we dus de promo kaarten en een GX kaart gehad. Nou, misschien heb ik de volgende keer meer gelukt. Wil je niets missen? Abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Bye bye. Doei.